is opgenomen met een syncope in het woonzorgcentrum. Zij is vandaag al opgenomen op spoed en daar zijn al onderzoeken uitgevoerd naar reeks. EKG, longfunctietest heeft ze morgen opstaan. Telemetrie, fietspoets heeft ze morgen opstaan. En ze heeft een TTE opstaan. Verder zijn jullie nu met haar parameters. En natuurlijk medicatie heeft ze reeds ook al gekregen. Mevrouw? Ja? Ik heb gehoord dat jullie vandaag een onderzoek hebben gedaan. Iets aan de lage kant. En de pijn op de borst, daar gaan we toch eventjes verder moeten onderzoeken, hè? Oh, wij zullen u eerst wat beter leggen. Erger. Erger. Gaat het? Ja, de ogen gaan. Ja. Mevrouw? Mevrouw Willems? Mevrouw? Mevrouw Willems, hoort u mij? Mevrouw? Het zijn weer een meer. Ja, want het heeft niet zo'n plekje boos. Goedemorgen dokter, u spreekt hier met Veronique Alpin, verpleegkundige van de dienst postoperatief. Het gaat over mevrouw Willems, kniepoperatie gehad. Is juist buiten bewustzijn gevallen met een bloeddruk van 9 over 7 en een pols niet voelbaar. Wij vermoeden een asystolie. Mijn mede-collega is juist de reanimatie gestart. Is het mogelijk als u eventjes langs zou komen, alstublieft? Oké, tot zo. Bedankt. Kan ik het zo wel helpen? Jullie weten wel of zijn cardiaal belast was. Had je dan een vermoeden dat hij nu een hartritmestoornis ging krijgen? Ja, toen ze zei pijn op de borst, had ik wel het vermoeden. Ja. Ja. Toen zijn we de parameters gaan nemen, toen werd het snel duidelijk. Ja, dat is buiten de borst. Ja. Toen heb ik inderdaad de stap genomen om de arts te bellen. Ja. Toen zit ik ook op de reanimatie. Dus ik vond wel dat we een goede samenwerking.